Scenario's hebt in je hoofd en waar je over, over ligt malen, kan ja. ik me zo uh, voorstellen. Uh, Martina, jouw uh, partner uh, Patrick van Dillenburg is sinds januari 2002, of twint, 22 jaar geleden, is hij uh, verdwenen. Er is wel iemand veroordeeld tot 16 jaar cel. Maar tot op de dag van vandaag weet je niet, nou ja, is, is het lichaam van hem niet gevonden? Nee, het is een heel onwerkelijk verhaal. En. Uh... Ja, als je dan ook, uh, of, of, of ook leest en hoort hoe het uh, dan eventueel is weggemaakt, ja, dan, dan weet je eigenlijk dat je eigenlijk ook nooit meer iets kan vinden. En dat is eigenlijk gewoon onmenselijk. Mm -hmm. is, uh, is zo on onmenselijk, zo onrespectloos. En dat, uh, ja, dat is heel raar. En dan zoek je naar punten. Mm -hmm. Maar ja, ze zijn er niet. Is dat iets wat, dus, nou ja, zoals ik me dat dan. Ik kan me natuurlijk niet indenken hoe dat is, maar iets waarover je dus, nou ja, waar je natuurlijk van wakker ligt: vooral die scenario's die natuurlijk ook afschuwelijke scenario's zijn. Dat is... Dat is uh, ja, daar lig je van wakker. Maar je komt het overal tegen. Want als je een dossier hebt... dan kun je enigszins mm -hmm. punten lezen... van herkenning van waar, dan, waar iemand dan is vermoord... en waar iemand dan is... in dit geval is dat vreselijk gegaan ook ja. allemaal is. Ze noemen het ook wel de schredderszaken. Mm -hmm. dus, uh, ja, kan want ik al even niet voor zien. de mensen die. He, de, de dader, Adka, die heeft aan, aan een undercover-agent verteld. Dat was pas jaren later, he, dat hij dat uh, vertelde: dat het lichaam op een industrieterrein in de shredder is, is gestopt. Uh, in de rechtszaal zei hij dan weer: dat is een broodje verhaal Ja, dat ja, was maar uit... waar. Ja. <laughs> ja, dan, uh, dan, dan had ik hier niet gezeten, denk ik zomaar. Nee. Maar uh, ik geloof niet dat het een broodje haal, aapverhaal is. Nee. En ja, ik, ik woon ook in die omgeving. En als je met je honden gaat lopen. en je komt op een plek waarvan je ongeveer weet. waar die is doodgeschoten. dat gaat nooit meer weg. Nee. En hoe erg neem jij het de, de dader kwalijk. dat hij er nog nooit echt de duidelijkheid over geeft? Ik vind het schandalig gewoon. Ik denk van je zit en je, je hebt niks te verliezen eigenlijk meer. Ik had, er waren eigenlijk twee daders, dus ik had gehoopt de ene was natuurlijk overleden. dus Stiekem hoop je dan dat, dat er iemand gaat opstaan om te vertellen wat er nou eigenlijk allemaal achter elkaar gebeurd is. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat is er niet. En ik, ja, nu denk ik van. Uh, ja, ik, ik, dat, dat is mijn enige hoop. Dat ik denk van misschien is er iemand die er ooit eens over gaat praten. En die hoop die, die blijf je wel houden die blijf je al houden. die tijd. Ja. ja. Dat is een soort uh, strohalm. Ja. Want wat zou je dan willen weten? Is dat echt een, echt, uh, een soort, nou ja, achter het tijdstip wat er precies is gebeurd? Of de plek precies? Is waar, wat zou voor jou belangrijk zijn daarin? Nou ja, kijk, als je die scenario's uh, in je hoofd volgt, dan, dan, dan kan ik me enigszins voorstellen hoe hij daarbij heeft gestaan. Als dat gebeurt, als hij nog niet dood mm -hmm. is. Dat zijn hele. krijg ik ook kippenvel ja. gewoon van. Het is ook Want heel dat, naar. Ja, dat het is een heel naar gevoel. Dat je, dat je niet. als ik nou zou weten waar hij precies dood was gegaan. Dan, dan had ik dat nare gevoel ergens een plekje kunnen geven. Want het is gewoon. Ja, het is uiteindelijk. Uh, de vader van mijn kind en, ja. uh, en een heel belangrijke liefde geweest. Zeker, ja. Dus uh, het is gewoon heel erg als iemand zoiets wordt aangedaan. Het is eigenlijk volledig onmenselijk, niet begrijpen. Nee. Zou je ook bijvoorbeeld de plek, hij heeft ook tegen die undercoveragent in ieder geval iets gezegd over een, een bloembollenveld. Ja. Um, is dat iets wat je zou willen weten ook waar, zodat je, nou ja, zodat zo'n plek ook voor jou een bepaalde waarde kan, kan hebben? Ja, en er zijn me meerdere plekken. Er is een plek waar hij uh, is doodgeschoten, zoals ze dat zeggen, en ook uh, op hem ingeslagen is. En er is een plek waar ze hem hebben uitgestrooid. Toen hij uit de shredder mm -hmm. zou. Nou, ik kan geen shredder nee. meer zien. Ook Laten zo. we het ook gewoon niet meer. Goed, uh, niet meer uh, nou, ik kan er wel over praten, ja? maar uh, het is gewoon een, een verhaal wat zo onmenselijk is dat je het bijna niet gelooft. Nee. Dus dat is het eigenlijk nee. je kunt je niet voorstellen dat iemand op die manier bezig is met, met een mens. Ongelooflijk ja. dat, dat, als ik daar iets over mag zeggen, dat, dat, die verhalen hoorden wij natuurlijk vaak. En dan, dan, dan komt weer, dan, dan vermoord je iemand. Dat is tot daar aan toe. Maar dat je dan voor je eigen gewin nog de meest vreselijke ja. dingen gaat doen met een lijk. Like, ja. Om jezelf, om er zelf beter van te worden. Want ja. je wilt. Ja. Maar mee weg te komen. Precies. Dat is toch erg? Mm -hmm. Daar moet toch ook strenger op gestraft worden. Ja, zeker. Maar dat niet alleen. Maar ook dus ook in een rechtszaal zal uiteindelijk daar niet open kaart spelen. Want dat is het nee. natuurlijk ook. Dat had nog altijd gekund. Dat kan nog tot op de dag van vandaag. Nou ja, dus zeker. zeker. Maar in die rechtszaak heeft hij sowieso. Uh, ze, ja, iedereen doet zijn werk, hè. Zeg ik dan maar. Dus ook een advocaat van de dader uh, doet zijn werk. Dus ik ben wel zo realistisch om dat uh, spel te zien, uh, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het spel gaat wel over iemand die jou heel dierbaar is. Nou. En dat is, op een gegeven moment is dat heel ingewikkeld om het te volgen. als hetgene wat mensen doen, ten opzichte van wat het leed is, wat je eraan hebt beleefd en nog beleefd. Ja. 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 Uh, Sandra, het komt denk ik niet heel vaak voor dat er een uh, veroordeling komt in een zaak waarbij geen lichaam is gevonden. Klopt, dit gebeurt geen tientallen keren per jaar. Meestal wordt uiteindelijk nog wel het slachtoffer gevonden. En in de rechtszaal moet natuurlijk ook aannemelijk worden gemaakt dat er sprake is van moord of doodslag. En ja, wie daarbij betrokken is geweest, natuurlijk. Er zijn wel enkele bekende voorbeelden waarbij ja, verdachten veroordeeld zijn. zonder dat het lichaam van het slachtoffer is gevonden. En misschien wel de bekendste zaak. Um, die zaak wordt ook wel een juridisch unicum genoemd. Is de moord op hobbyfotograaf Henk Peters. Hij verdween tijdens Koningin in de Nacht 2009. En hoewel zijn lichaam nog altijd niet gevonden is, kon het toch tot een veroordeling komen, ondanks dat er geen getuigen waren en ook geen bekentenis. Maar de auto van Henk Peters en ook persoonlijke foto's waren wel bij hem gevonden. En daarnaast zocht hij ook op internet naar woorden als dood, kogel door het hoofd en en Walter PPK, het wapen dat bij hem uiteindelijk is gevonden. Inclusief een schoonmaakset. Ja, en er zat ook een bloedspad van Henk Peters in zijn auto. Nou, dat alles bij elkaar. was en, dus genoeg uiteindelijk. Ja, ook omdat hij, ja, hij had vreemd gedrag. En ja, hij had een aantal dwaalsporen uitgezet. En het was uiteindelijk voldoende reden om hem, ja, veroordeeld te krijgen. Nou, we hebben hier een officier van justitie aan tafel zitten. Ik kan me voorstellen dat zo'n zaak gewoonweg veel lastiger is. als er geen lichaam gevonden is. Ja, dat is heel erg lastig. Want in, in de, de meeste gevallen waarin er sprake is van moord, ja, die zaken die starten met het vinden van een lichaam. En een arts stelt vast, deze persoon is overleden en deze persoon is door geweld om het leven gekomen. Ja, dat is eigenlijk ook altijd hoe je, nou ja, ja, vrij vaak hoe het gewoon begint. Het startpunt van een onderzoek. Ja, en in, in gevallen waarin geen lichaam is gevonden, starten we altijd vanuit een vermissing. En vanuit die vermissing moeten we in... Allerlei scenario's gaan denken en onderzoek doen naar allerlei scenario's om erachter te komen: is deze persoon nog in leven of is deze persoon niet meer in leven? Ja. En hoe is deze persoon om het leven gekomen? Ja, is dat bij jou, was het Miranda ook zo dat het. Uh, uh, sorry, uh, ik zeg het verkeerd, Martine. Excuus, uh, Martine. Was het bij jou ook zo dat het, uh, nou ja, een vermissing was lang, heel lange tijd? Het was, het was altijd, ja, het was, het was een vermissing. Dus daar ben je al, dat is al een, een heel ander proces om, om te gaan met iemand die je ook niet vindt natuurlijk. En er ook niet meer is. Uh, om je leven weer op te pakken. En, uh, maar het was voor mij echt, uh, ja, is het dat opeens uh, justitie aan de deur stond van er is een dader opgepakt. Heel veel jaar later. Ja. En mijn leven was ook veel verder. Dus uh, dat was echt. Uh, mijn vorige partner was eigenlijk net overleden. En een jaar later kom, komt de politie met, met, met het verhaal dat er een dader is. Dus uh, het is pas afgesloten, of afgesloten in de zin van. Uh, die vermissing is afgesloten op het moment dat je hoort dat iemand vermoord is. Ja. Dus dat heeft bij mij wel twintig jaar geduurd. Dus. En wat heb je dan voor die tijd? Welke, welke gedachten had je daar dan toen over? Want dan, weet je, dan denk ik, nou, hij is weg. Uh, er is geen aanknopingspunt of amper. Nou, ik heb, uh, we hebben we natuurlijk wel Ik heb uh, aangifte van vermissing gedaan, natuurlijk. Dat is de eerste stap. En uh, ja, je, je denkt, uh, of ik was eigenlijk wel van overtuigd. Want ik had een manier van. Leven met hem, dat ik uh, in zijn afwezigheid toch hij aanwezig was, zal ik maar zeggen. Dat, dus hij, we waren een continuïteit daarin. Dus het was voor mij heel onlogisch dat hij opeens verdween. Mm -hmm. um, en dus ik geloofde dat ook niet. Dat hij zomaar, hij was heel gek op zijn zoon. En uh, dat was wel altijd, uh, ja. Dus ja, ik zou allemaal niet zo van dat weg, gaan. weg. Nee. Maar ja, je hoort wel vaker wat. Dus je weet het ook niet zeker, natuurlijk. Nee, nee. nou ja, en dat zullen jullie, dus als officier van justitie, ook als zo'n onderzoek met een vermissing begint, natuurlijk ook hebben. Dat er, nou ja, allerlei scenario's lopen, staan, staan in het begin natuurlijk nog open. Van Is iemand zelf vertrokken? Uh, is, het, is er een ongeluk gebeurd? Ja, zeker, ja. ja is iemand zelf vertrokken? Heeft iemand uh, ergens anders een nieuw bestaan opgebouwd? Uh, uh, en als duidelijk is, dat kan je goed nalopen. Hè? Want iedereen laat altijd sporen achter. Financiële sporen, reisbewegingen, social media. Dus uh, dat, dat kan je goed, dat kan je goed uh, onderzoeken. Ja. En dan is vervolgens de vraag: als je denkt, ja, iemand is niet meer in leven, ja, hoe is die dan om het leven gekomen? Maar dan ben je natuurlijk al wel ook veel, veel, weer veel verder, ja. alweer in de tijd. Ja, dat kost allemaal tijd. En het is echt nodig dat er heel goed en nauwkeurig politieonderzoek naar gedaan wordt. Ja. En uiteindelijk wanneer um, ja je natuurlijk uiteindelijk dan, en we gaan straks nog inzoomen ook op een op een voorbeeld, een zaak die jij zelf hebt gedraaid, maar wanneer beslis je dan het moment van, oké, okay, we hebben bewijs genoeg, bewijs om ook, nou ja, naar de rechter te gaan. Om te kijken of hier een ja. veroordeling uit kan komen. Nou, dat is. Kijk, er is een heel mooi, mooi. Het is een duidelijk criterium, dat is buiten, uh, buiten gereden twijfel. Hè? Dat iemand nog leeft, dat moet je aantonen. Je moet aantonen dat iemand door geweld om het leven is gekomen. En vervolgens moet je aantonen dat uh, de verdachte het gedaan heeft. Ja. En dat zijn allemaal puzzelstukjes in allerlei scenario's die je op moet bouwen, die heel mooi in elkaar moeten passen. En als je dat voor elkaar krijgt, dan kan je een bewezen verklaring krijgen. Ja, het lijkt me heel...